Jan Steen was dol op verleidelijke, mooie vrouwen. Die gaf hij heel graag weer in zijn schilderijen. Dat zie je ook in zijn genrestukken. Hè. Daar spelen mooie vrouwen ook heel vaak een hoofdrol in de voorstelling. Dat geldt ook voor zijn historische stukken. Hij kiest verhalen waarin vrouwen een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld Simson en Delilah. De krachtpatser Simson wordt verleid door Delilah en wordt zo te gronde gericht. De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten is de oudste kunstacademie van Nederland. De studenten worden er opgeleid tot zelfstandige en zelfbewuste kunstenaars. Wat vinden zij van de historische stukken van Jan Steen? What do you think it is? Typical Holland. Yeah. Bourgeois, rich people. Yeah. It makes me worried, like anxious. It's not calm at all. It's like very a lot of tension or. I don't know. Yeah, also, there's always people in the background is with like a lot of weapons and like running around. Seems like chaos is very important. Like, yeah, this thing that spilled out into the front. Mm, I think someone died. And he's giving a knife to the girl. Yeah, they're gonna cut his hair when he's sleeping. That's what happens. So his power is in his hair, and they're getting rid of his power. Is it? Oh. Een ander voorbeeld is Batseba, een prachtige vrouw met haar dienstmeid. En je denkt eigenlijk dat het een bordeelscène is. Ik zie er niet heel snel aanwijzingen voor een Bijbelsverhaal in. Het doet mij meer denken aan een gedurfde versie van Vermeer. Een meisje met de brief. Nou, het hondje het kijkt gewoon tussen de benen van de dame. Dat doet iets wat misschien sommige toeschouwers zouden willen, maar niet kunnen. Batseba is een hele mooie, aantrekkelijke vrouw. Op de voorstelling van Steen kijkt ze ons aan en we kunnen eigenlijk ook een beetje onder haar rokken kijken. En alleen aan één klein detail, de brief in haar hand, kun je zien dat het om Batseba gaat. Dus de brief die zij van koning David heeft gekregen. En daarmee beginnen alle ontwikkelingen in het verhaal.